Ik zie jouw echte kleuren, een mooi gezicht. Ik zie jouw echte kleuren en dat geeft een stralend licht. Dus ben niet bang en durf ze te tonen. Jouw echte kleuren, jouw echte kleuren zijn wondermooi als een regenboog. Onze gast van vandaag voelt een diepe verbondenheid met 's-Hertogenbosch. Haar hart ligt in India. Is diep geraakt door het land, de cultuur en de kinderen met een beperking die ze daar tegenkwam. Legt verbindingen tussen lokale organisaties met haar stichting Solid Care for Sustainable Development. Wil de leef-, leer- en ontwikkelingsmogelijkheden daar verbeteren. Gaat uit van het kind met zijn mogelijkheden en zelfredzaamheid van lokale organisaties. Haar motto, handel vanuit je diepste wezen en vertrouw op de goddelijke kracht. En vandaag ontmoeten wij Marije Lamers. Welkom Marije. Dankjewel. Wat gebeurt er op werkgebied? Ik werk in India. Ik doe alles vrijwillig. Dus dat kost je ook reisgeld? Dat kost mij niet alleen reisgeld, verblijfkosten. Ja, precies. Je hebt hier je verzekeringen die doorlopen. Ja. Dus je investeert heel veel. Ja. Het brengt me heel veel. Het brengt mij persoonlijk heel veel. Wat brengt het jou? Ja, je ontmoet heel veel mensen, heel veel mensenkennis. Je leert een andere cultuur kennen. Maar ik ben ook heel erg gaan vertrouwen op een bepaalde flow. Dus op mijn gevoel en heel erg op mijn gevoel van... ja, maar misschien ga ik daar eens kijken of laat ik dat eens gaan doen. Terwijl en dat komt omdat de mensen daar ook zo zijn? Nou, dat is natuurlijk wel wat ze zeggen van India. Het is wel iets waarvan ik merk dat het ook minder wordt. Hè? Dat mensen daar juist meer van gedistanceerd zijn. Uh-huh. Omdat ze natuurlijk heel erg de ik beginnen. Hè? Steeds meer voor zichzelf bezig zijn om dat te ontwikkelen. Uh-huh. Maar voor mij pakte dat wel zo uit. Dat ik daar wel steeds meer mee in contact kwam. Ja. Dus eigenlijk zijn dat twee grote tegenstellingen. Want je gaat dan naar een land toe waar heel veel gebrek is en heel veel armoede. Ja. Je brengt er materieel gezien een hoop naartoe, qua investering eigenlijk. Ja. En ze hebben wel een heleboel geestelijke rijkdom die ze jou kunnen aanreiken op een of andere manier. Ja, voor mij werkt dat zeker zo. Ja. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, daar hebben ze minder materieel en meer geestelijke rijkdom. En hoe zie je dan dat het hier is? Ja, of je dat zo zwart-wit kan zeggen, weet ik niet. Want ik zie ook wel dat het bij de jongere generatie anders wordt. Hoe wordt het bij de jongeren dan? Ik merk bij de jongeren dat die veel minder daarmee... die voelen dat veel minder. Ik heb heel veel Indiaanse vrienden. Ja? Maar die zijn er veel minder mee bezig dan dat ik dat ben. Okay. Dat verandert, zeker in grote steden. Mm. Dat is de vooruitgang dan misschien. Nou goed, ik denk dat dat de fase is wat voor hun nu nodig is. Ja, ja, om dat precies op die manier te ontwikkelen. Ja, ja, ja. Ik zie niet dat jij India gaat loslaten. Nee. Nou, daar ben ik heel blij om. Ja. Maar hoe zie je het zelf dan? Ja, ik kan het me niet voorstellen. Het is zo verweven in mijn leven. Precies. Het is zo... Het werk, maar ook de mensen daar. Het land en de cultuur. Dat is gewoon onderdeel van wie ik ben. Ja. Je werkt daar voornamelijk met kinderen? Ja. Vertel eens. Voornamelijk wel. Het zijn natuurlijk allemaal kinderen met een beperking. Ja. En dan moet ik denken lichamelijk of geestelijk of beide? Ja, onze insteek is met name verstandelijk. Maar ja, dat kan je niet zo zwart-wit zien. Mm-hmm. Dus dat is vaak een combinatie van. En we zijn nu heel organisatorisch bezig door dat platform dus neer te zetten. Omdat wij eigenlijk zeggen van ja, het moet van binnenuit komen. Hè? Dus ze moeten van binnenuit gaan zien dat ze dat met elkaar moeten gaan doen. En wij willen heel erg die kinderen dus laten zien van wat ze wel kunnen. Dus wij leggen de nadruk op wat kunnen ze nou wel. Kijken naar de mogelijkheden. Naar de mogelijkheden. Dus we hebben in afgelopen februari een evenement neergezet. Waarbij we hebben samengewerkt met 18 organisaties, lokale organisaties. Zo. En daarmee ook met een groot ziekenhuis, universiteit. Die heeft studenten aangeleverd om te helpen. En kinderen hebben daar producten laten zien die zij gemaakt hebben. Dus om te laten zien van nou, dit maken wij, dit kunnen wij. En 's avonds is er veel zang, dans en yoga optredens zijn er geweest. Om die kinderen dus in het zonnetje te zetten en in het licht te zetten. Mooi.
om te laten zien waar hun passie ook ligt. En, wat gebeurt er met jou als je ziet dat die kinderen zich weer wat meer gewaardeerd voelen? Ja, daar doe je het voor. Ja. Weet je, dat raakt je gewoon. Ja. En, dat is ook jouw persoonlijke punt, hè? Ja, nou ja, om gezien te worden, om er te mogen zijn. Ja. En ja, deze kinderen hebben soms niet eens een stem. Letterlijk niet. Ja. En die kinderen hebben het ook, die verdienen het ook om de zorg te krijgen en de aandacht te krijgen die zij nodig hebben. En ja, nu worden ze soms letterlijk thuisgehouden, weggehouden van de maatschappij. Onzichtbaar gemaakt. Want ja, dan zien ze het als het karma, slecht karma of wat dan. Ja, in hun optiek. Ja. En ik wil eigenlijk heel erg laten zien dat zij gewoon ook het recht hebben om er te zijn. En dat ze goed zijn zoals ze zijn. En dat ze eigenlijk heel mooi zijn en heel puur zijn. Ja. En, besef je dat van jezelf ook, wat je nu allemaal over die kinderen zegt? Ja, dat begint wel een beetje door te dringen. Het is toch niet altijd aanwezig, hoor. Ja, nee, maar dan heb je ze misschien ook nodig als spiegeltje, hè, nog. Want jouw aandacht en jouw liefde, want ik zie jou helemaal stralen als je het over die kinderen hebt. Ja. Die ligt echt bij hun. Maar door dat aan die kinderen te geven, geef je het ook een beetje aan het kind in jezelf natuurlijk. Ja, ja, daarom raakt het me natuurlijk wel heel erg. Ja. Ja. Heb je die ring gekregen van iemand? Ik heb hem mezelf cadeau gedaan op mijn verjaardag. Dat symbool heeft dan nog een bepaalde betekenis? Het is, het is wel verbonden daar met die ashram. Oké, dus dat heeft met een bepaalde ashram te maken? Ja, ja. En daar mediteer je alleen of wat doe je daar nog meer? Ik zoek daar gewoon mijn rust op. En soms mediteer ik en soms lees ik daar boeken over de leer. En soms kijk ik alleen maar naar de mensen om gewoon maar mijn rustmomentje daar te vinden. En wat bedoel je met de leer? Het is wel waar zij de leer waar zij voor staan. En ik moet wel zeggen, het gaat voor mij niet zozeer om die leer. Het gaat mij om het gevoel wat ik daar heb. Ja. Het gaat heel erg vanuit het leven in afstemming met het goddelijke of hoe je het ook noemen wil. En dus vertrouwen op je intuïtie en vertrouwen op wie jij bent. Ja. En van daaruit handelen. Ja. En als jij nu op dit moment waar je nu staat, zuiver naar je intuïtie zou luisteren, wat zou je dan doen? Wat zou ik dan doen? Met betrekking tot India bedoel ik. Ja, dan zou ik diep van binnen wel gaan, denk ik. Ja. Wat houd je tegen dan? Nou ja, dat er op dit moment dat het financieel eigenlijk niet kan, voor mij niet. Visumproblemen heb je daar altijd. Daar zijn ze ook bezig met een stukje waarbij je veel meer geregistreerd moet worden. En dus er zijn allemaal heel veel praktische zaken. Ja. Waardoor het eigenlijk niet gewoon onmogelijk wordt gemaakt. En je gaat daar nu iedere keer als privépersoon naartoe? Ja, ik ben eigenlijk heel erg bezig geweest met investeren daar. En dan met name in het contact leggen. Het is natuurlijk niet heel concreet om hier ook naar investeerders te gaan zoeken. En te zeggen, ik ben bezig met een platform. Nu met het evenement zou dat misschien anders worden. Ja, vertel eens wat meer over het evenement. Dat is dan het evenement waarbij we heel erg de nadruk hebben gelegd op de kracht van de kinderen. Oh, waar ze goed in zijn. Net, ja. En dan wordt het heel zichtbaar. Ja. En we hebben daar ook een sociale kaart gemaakt. Dus we hebben een boekwerk gemaakt waarbij we dus alle lokale organisaties hebben ingezet. Maar ook regionaal en nationaal. En die worden nu uitgedeeld bij ziekenhuizen. En we gaan binnenkort naar 100 dorpen. Zodat mensen ook weten waar ze terecht kunnen. Dankjewel voor deze ontmoeting, Marij. Ik vond het erg bijzonder. Ja, dankjewel. En u thuis graag tot de volgende ontmoeting. Jij bent de richting. Al weet je soms niet meer op welke weg je staat. Ben niet ontmoedigd. Laat iedereen zien dat jij heel uniek bent. Zuiver ontembaar, een diamant. Ik zie jouw echte kleuren, een mooi gezicht. Ik zie jouw echte kleuren, en dat geeft een stralend licht. Dus
dus ben niet bang en durf ze te tonen, jouw echte kleuren, jouw echte kleuren zijn wondermooi als een regenboog.